Heeft u een mobiele telefoon? Nee, nee, nee. Waarom niet? Nou, dat heb ik niet nodig, want ik word toch niet gebeld of zo. Heeft u een mobiele telefoon? Nee hoor, dat heb ik niet. Waarom heeft u er geen? Nou, ik zie er nog niet van in. Dan ben je op aan het fietsen, dan word je gebeld. Vindt u het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn? Ook niet. Ik ben niet zo belangrijk. Ik heb een gewone telefoon, waarvoor moet ik een mobiele hebben? Dat is handig. Maar als ik ergens strand, dan is er ook altijd ergens wel een telefooncel of een boerderij met een boer met een telefoon. Ik heb al een antwoordapparaat, dus thuis ben ik altijd al bereikbaar. Of dien dan terug te bellen als er is gebeld, maar ook nog eens onderweg. Als ik in de trein zit of in de auto gebeld worden of zelf kunnen bellen, vind ik niet nodig. Het lijkt me helemaal niet leuk om altijd bereikbaar te zijn. Ik ben student en ik heb een antwoordapparaat en dat is prima. We hebben het jaren zo gedaan en ik vind het wel goed zo. Ik heb een buzzertje voor hoognodige problemen, denk ik. Maar ik hoef niet continu zo'n piepding op een terrasje te hebben en zo. Als mensen mij bereiken willen, dan kunnen ze dat met een brief doen. En is het dringend, dan ben ik telefonisch thuis te bereiken. Ja, ik weet nu al dat ik hem overal laat liggen. Ik laat hem vallen. Ik ben ook gelukkig zonder.